een kort, maar officieel moment. Want vandaag is daadwerkelijk de heropening van ons bad. Dus beste kinderen, ouders, stadsgenoten, vrijwilligers, sponsoren, gemeenteraadsleden, hockeysportprofessionals. Het is ons gelukt. Ons bad blijft open. En vandaag zullen we ook onze nieuwe naam in gebruik nemen. Dus het buitengebied wordt ons bad en het bad van ons allemaal. We hebben natuurlijk een behoorlijke rit van ruim 5 jaar gemaakt om dat mogelijk te maken. Dus bleef het pad nu wel open, bleef het pad dicht. De gemeente wilde eerst een visie ontwikkelen, maar ik ga jullie echt niet meenemen in die redelijk saaie rit van 5 jaar. Uiteindelijk is er een initiatief genomen door onze stadsraad Hart van Willemstad. En toen voorgezeteld door Sietse Maat. Zij hebben het initiatief genomen en uiteindelijk is daar Stichting Willemstad uit ontstaan. Marjolein de Boer, Bert Tuk, Gijs Viskaar, Frank de Jong, niet aanwezig is Kees den Oude, Aart Kruis, Annelies Kavelaars. Met name op de momenten dat we er stonden met vrijwilligers. En als we hier een zaterdag met elkaar het goed aan doen zijn, dan zie iedereen naar elkaar kijken van ja, dit is toch een veel te mooie plek om te sluiten en niet meer te gebruiken zoals we hem vandaag gebruiken. Maar dat kan niet alleen met vrijwilligers, maar ook met sponsoren. Dus we zijn ook enorm blij dat Vingerling, Notenboom, Park Tegelwerken, Saint-Gobain Cultureel, Steenbouw Consultancy, Go, Gravi Offshore, FUSA, ons ondersteunen met financiële bijdrage om dit mogelijk te maken. En binnenkort zullen hun namen worden vastgelegd hier op het zwembad. Het schijnt dat de sponsorcommissie met nog wat welwillende sponsoren in overleg is en in de eindfase van onderhandelingen zit. Toch, Peter? Ja! Het mooiste is dat we met elkaar een vuist hebben gemaakt om onze stad en kern van de gemeente Moerdijk te beschermen tegen centralisering. Want een zwembad in het midden is geen optie voor zover uit elkaar liggende kernen. En we hebben wel eens gekscherend tegen elkaar gezegd, als dit niet lukt, dan beginnen we met elkaar een politieke partij. En dan zullen we Willemstad met hand en tand beschermen. Nuchter Nederland zou dan de naam zijn. Er worden commissies opgestart. En we hebben al een hoop vrijwilligers zich opgegeven. Dus die zullen ingedeeld gaan worden. En uiteraard gevraagd of ze daarvoor nog beschikbaar zijn. Dus voor groen, techniek en activiteiten. En die activiteitencommissie die heeft deze opening gerealiseerd. Maar naar buiten hebben ze al aan activiteiten gerealiseerd. Een borstcontraining die nu van start is gegaan. En in juli, eind juli, hebben we ook weer terug de welbekende Willemstadse zwemvierdaagse. Iedereen is belangrijk die heeft meegeholpen aan dit succes, maar er zijn altijd mensen wat belangrijker. En dat zijn mensen die zich meer dan gemiddeld inzetten. En dat is altijd gevaarlijk als zoveel mensen hun steentje bijdragen. En toch ga ik een paar speciale mensen naar voren roepen en een bos bloemen aanreiken. Ga je een bos bloemen halen? Paul, dankjewel. Je bent niet alleen een vrijwilliger die dingen doet, maar je bent een vrijwilliger die gewoon verantwoordelijkheid neemt. En je hebt gezegd aan het begin van het seizoen, jongens, ik wil niet verantwoordelijk, of sorry, ik wil niet jullie meehelpen met het groen, maar ik neem verantwoordelijkheid daarvoor. En dat waarderen we ten zeerste. En dat willen we in ieder geval onderstrepen met een kleine attentie voor nu. Dankjewel voor je inzet
En hopelijk houden we het nog jaren zo mooi zoals het er nu uitziet. Applaus voor Paul! Een andere vrijwilliger die ook op de openingsdag met name zag dat we opeens open moesten, omdat tot de laatste dag de onderhandelingen met de gemeente duurden. En die zag dat het eigenlijk een klein beetje fout ging lopen. En die zei, ik spring bij. En die springt namelijk iedere dag bij. Ze is helaas niet aanwezig nu, dus dat is jammer, want het hoort ook haar feest te zijn. Maar Marijke den Hollander, ook voor haar hebben we bosbloemen en die wordt bij haar bezorgd. Uitgangspunt bij onze ingeleverde burgercase is ook altijd geweest dat het niet zo kan zijn dat we met z'n allen dit zwembad open houden en dat er tegelijkertijd mensen in het gemeentehuis vragen om een uitkering omdat ze hun baan als professional kwijt zijn bij Sportplaza destijds. Dus ik ben blij dat we ook de werkgelegenheid voor deze mensen intact hebben kunnen houden met dit model wat we nu hebben. Applaus voor de professionals! En dan, hoe doe je een opening hier? Zoals gezegd, de stadsraad was initiatiefnemer van het eerste uur. En die heeft ons altijd ondersteund. Ook op de momenten dat we het moeilijk hadden in onderhandelingen met de gemeente. En bereid waren we nek uit te steken. Zoals gezegd, Sietse is dat begonnen. Maar tegenwoordig heeft onze stadsraad een nieuwe voorzitter sinds maart. En dat is César Luikenaar. César, mag ik jou uitnodigen om de openingshandeling te gaan verrichten? Ik ga even in te spreken bij raadsvergaderingen en dat soort zaken. Om de gemeente vooral scherp te houden, denk ik, op het onderwerp. En daarna heeft Jan Rietberg, die is vanavond niet aanwezig. Volgens mij is hij samen mastroute aan het varen, niet aan het zeilen. Maar die heeft vanavond al vinger aan de pols gehouden, denk ik, voor de stadsraad. Verder wilden we jullie ook bedanken. Dus ik heb ook iets meegenomen voor jullie. Dat is een lekkere fles wijn. Hij is groot genoeg in ieder geval om jullie bestuur op te drinken. En goed gedaan. Dus bij deze. Okay. Dankjewel. Hoe wist je dat op een smaak zou worden? Het is wel leuk als je, ik woon nog niet zo lang in Willemstad, maar je moet natuurlijk een beetje kiezen van waar, wat voor bestuur wil je nou gaan zitten. Je moet natuurlijk iets doen als je hier komt wonen. En als je bijvoorbeeld in de ronde tafel van Steenbergen zit, dan gaat het bijvoorbeeld, wat niet eens Willemstad is, vooral over drinken. Maar als je bijvoorbeeld hoort over het zwembad, is het heel gezellig, maar ook heel serieus. En ik denk dat jullie een hele goede balans hebben gevonden. Tussen een drankje drinken, maar ook een heel goed resultaat behalen. Dus ik vond het een goed idee om een goede fles wijn te geven. Dus goed gedaan. Bij deze. Dankjewel. César, mag ik jou, maar ook de rest van de mensen dan uitnodigen om hier bij het eerste gele bankje... Ja, ik heb het onze vraag. Die staat hier, die blijft hier 10 jaar staan, die 20 jaar, maar voor altijd. Als ik zeg dat wij ontzettend blij zijn met jullie en met ons bad. En Willemstad heeft wel een lied, maar ons bad nog niet. Maar nu dus wel. Ik ga ons bad om zelf eens te maken. Ik ga ons bad om zelf eens te maken.
Jullie bedankt.